Hi, welcome. This is the energy vibration liaison for the Scorpion. It's your sun, moon, and rising sign. It was best a second badong for the badongs for the stone, and we gaat even bekijken. Now, dames 45 jaar en ouder. Pas op the work floor. Pas op met de mensen rond jou. Sommige van jullie, there is an issue in een organisatie. Daar is iemand dat je hebt. This week voor jullie is de week van 22 tot en met 29. En ik moet best wel even wat teken jullie zeggen. Omdat daar is bepaalde issue dat speelt hier. En wat gebeurt is dat, whatever the issue is and whatever that gebeurt. Je moet even realiseren communicatie. Communicatie is de sleutel voor deze week. Okay? Communicatie is de sleutel voor deze week. Nou, ik zie dat dame, dit kunnen een schoonzus of dat soort of a ding. Deze persoon is een waterman, een weeskunde of een tweeling. Gaat even communiceren en de communicatie dat ze gaat communiceren, ze gaat echt vertellen hoe een issue is gespeeld en wat is gebeurd. Zien issue met family, whatever leugens en bedriegen in een family is now out. En there is best wel een positive conflict. Jullie dames, 45 jaar en ouder, dat hebben een zaak. Je de rechter komt echt op tegen jou, oké? Dus voor de dames en heren die hebben gezegd, de rechter komt echt tegen op tegen jou. Sommige van jullie, dat is in een relatie met een Aquarius, Gemini of Libra, deze persoon wil terug met jou en het is niet de juiste dingen om te doen, oké? Dus jij wil gewoon liefde gaan geven of deze persoon wil een nieuwe relatie opbouwen met jou. Nee, niet doen. Sommige van jullie, het is niet de eerlijk, this is niet te doen. Maar nieuwe liefde komt binnen van een waterman, een weeskool of een tweeling. Nou, ik weet niet wie is deze persoon en wat is deze persoon en hoe deze persoon komt op in je leven. Maar het is een nee, don't go there. Okay? Niet doen. Now, we have the energy van de drie van Bochel. And there is an issue in een organisatie met een een stiermaak of steenbok persoon. Nou, deze is een jonge persoon en whatever the issue is dat deze persoon wordt gewonnen over jou, oké? Deze persoon gaat gewonnen over jou van weken. Stoor dat whatever the issue is of was, je was niet eerlijk oprecht tegen deze persoon en het kan op de workfloor, maar het kan in een normale situatie dat is gespeeld. Now, we have the energy from the five from Bochel, and there is some unverwachte news that gaat even komen, and dit gaat je een nieuwe start gaan geven. Unverwachte news gaat naar je te komen, and dit gaat je een nieuwe start geven, okay? This is best wel goed. The Nine of Pentacles is here, and I see that sommige van jullie wordt terug betalen, of sommige van jullie gaat even oprecht even vertellen. It is so it says, je hebt je moeder, dat is een ram, leeuw of een boodschap, geld gegeven om terug te betalen en ze hebben de geld niet terug betalen. En je wordt pissling boos omdat je wil geen nieuwe stad en je geeft deze persoon geen nieuwe stad omdat de persoon heeft niet eerlijk en oprecht tegen jou. Whatever the issue is and whatever that is gebeurd. Deze vrouw is een Aries Leo or boodschatten. Het is sommige van jullie moeder dat je heeft wat geld geleend. Je hebt de geld aan de vrouw gegeven. De vrouw heeft de geld niet teruggegeven. En now it creëert een issue in the family. En jij staat achter en je zegt it is over. It is over. It is over. Ik wil niks meer met mijn moeder doen. Okay? Dan hebben wij de negen van Bochel en er is een issue met huis of een issue waar je besloten je huis te verkopen of je besloten weg te gaan
vanwege dat je wil deze huis niet meer. En dat is best wel wat voor jou. Dan hebben wij de energie van de zon. En voor sommigen van jullie bij de loterij. De energie van de zon, de raad van fortune, is succes met geld. Succes met onverwachte geld. Dat gaat even komt binnen en dat is best wel goed. Now, ik zie wat zorgen liggen en bedriegen in de family. En het is niet tot een eind gekomen vanwege dat je komt achter dat iemand in de familie die is en die spreekt niet de waarheid. En dat is de issue. Dat is wat is gebeurd. Okay? Dan hebben wij de energie met mensen die zitten te netwerken en even te communiceren, netwerken, te starten voor jezelf. Het is een goede week voor jullie. Na de 15 van augustus, je gaat even zien de outcomes van je werk dat je hebt daarin gezet. En dat is best wel goed, oké? Dat is een positieve energie. Now, the energy that comes out for you is wave, maak and create your eigen pot. Je moet hier gewoon create your eigen pot en daar ga je succesvol daarin worden. Dames en heren, ik ga het even tegen u zeggen. Namaste, tot volgende keer. Ik wens je heel veel rijkdom in deze week en goede gezondheid. Namaste, tot volgende week.